Kijk, hij gaat de deur in. Slot in. Ja. Deur open. Het nationale jaar van het mbo is feestelijk geopend door demissionair minister Van Gennep. De aftrap vond plaats tijdens de nationale mbo talkshow, geleid door Renze Klamer, waarbij de nadruk werd gelegd op de cruciale rol van het mbo en de nauwe band met de regionale arbeidsmarkt. Mbo is heel erg belangrijk voor de regio. In elke regio zijn er arbeidsmarkttekorten, in elke regio heb je opleidingen nodig. Dus het is juist belangrijk dat die mbo's die aansluiting hebben met die werkgevers in de regio, met die gemeentes in de regio, om te zorgen dat je ook opleidt voor waar de vraag naar is. De nationale opening van het mbo-jaar 2023-2024 benadrukt het belang van het mbo als motor van de economische groei en de onmisbare rol van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven. We hebben net onderzoek laten doen onder mbo'ers. Ongeveer 80% vindt dat haar of zijn toekomst in de regio ligt. Als mbo'er die dan afgestudeerd is en aan het werk gaat. En uiteindelijk 50% blijft ook in de regio werken. En wat is dan het belang voor de arbeidsmarkt? Nou, dat is ongelooflijk van belang. Bijvoorbeeld bij krimpgebieden, dat daar ook die innovatie, dat daar ook die werkgelegenheid natuurlijk in stand blijft. We vinden ook dat de vierde publieke opdracht voor het mbo een publieke opdracht voor leven lang leren moet zijn. U weet, wij bedienen 16-jarigen tot en met 76, laten we zeggen. Dus ook mensen die zich willen om, her en bijscholen, die kunnen bij ons terecht om dat te doen. Dat is wat wij noemen leven lang ontwikkelen met het mbo. Het evenement vond plaats in Theater De Meervaart in Amsterdam. Een van de grote steden in Nederland met een mbo-agenda. We proberen publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te stimuleren. Want daar heeft uiteindelijk de mbo'er heel veel aan. Leren in de praktijk en daarmee ook direct de theorie in praktijk brengen. We proberen ook docenten onderling te stimuleren om van elkaar te leren. Dus dat doen we ook via de mbo-agenda. Dus het zijn extra middelen die bovenop de rijksbekostiging komen om net in Amsterdam het extra stapje te kunnen doen in het mbo. Ook Kilian Blom, de landelijk ambassadeur 2023-2024, kan vandaag niet ontbreken. Het thema mbo en arbeidsmarkt is hartstikke actueel en mbo's zijn hartstikke hard nodig in de samenleving. Op dit moment is er een tekort, dus daarom blijft de waardering van mbo'ers heel belangrijk. Na een geslaagde middag in Amsterdam is het nationale mbo-jaar 2023 officieel geopend. APPLAUS